We gaan een mobiele website maken. En in dit voorbeeld gaat het over het scheepvaarthuis. We kunnen zo'n applicatie natuurlijk testen op het apparaat zelf. Dat ga ik proberen hier te laten zien in deze video. Even kijken, er staat hier gewoon langs mijn hoofd. En hier kan je dus met je muis op zoek gaan naar de verschillende elementen. Er is een middel bezig waar je bij naar foto's gaat kijken. We kunnen dan bijvoorbeeld kiezen voor het exterieur. En daar gaat hij dan naartoe, dan laat hij dat in. En als de plaatjes dan langzaam maar zeker zijn binnengekomen, dan kan je bijvoorbeeld elementen daarvan uit selecteren. En soms gaat dat niet even goed, het is de bedoeling dat het een gallery is, dus we gaan even terug kijken of hij hem nog opnieuw wil pakken. Dus we zitten dan weer in de gallery. En kiezen weer dat element. En dan gaat het denk ik dit keer beter. Komt hij dus binnen de gallery, zie je weer, er staan een aantal elementen. Je kunt dat vervolgens met die van gallery, kun je dan weer dus naar de andere foto's terug gaan. Door te swipen. We kunnen ook hier beneden kijken. En daar bijvoorbeeld weer terug gaan naar de, als we erop klikken. We kunnen ook de tekst lezen die erbij staat en we kunnen ook naar het kruisje toe gaan, waardoor je weer in de gallery teruggekomen bent. Vervolgens kan je op de backknop drukken, zodat je weer terug gaat naar de startpagina. En zo'n gallery die wordt hier zo weer binnengebouwd, kunnen we dan dus ook wat sneller gaan bekijken als we gaan emuleren. We zien dat niet dat het altijd even soepeltjes gaat. We gaan deze eventjes sluiten. En we gaan bijvoorbeeld kijken naar twee andere mogelijkheden. Een van de eenvoudigste is dus dat je gewoon Safari zelf neemt, dat een soort iOS simuleerachtig onderdeel heeft. En je kunt dan, hier zit een scrollbalkje naast, die ziet er in het echt anders uit. Maar in modernere versies van Safari is die ook wat meer lijkend op die scrollbalk in Safari bij iOS. We kunnen die pagina wat soepeler doorlopen. We maken een pagina waar er extra informatie is en daarbij is het één deel staat hier strak vast en het andere deel dat scrolt netjes met de teksten langs. We zien er ook altijd weer een kop boven met een lettertype wat we zelf hebben ingesteld. Ondertiteltje en we kunnen ook wel weer zo'n terugknop aangeven. En als we dan weer naartoe gaan kunnen we hier dus die foto's weer zien met de twee beide vormen van galleries. De buitenkant of als we terug gaan, ook hier zo een hele reeks over het interieur van het scheepvaarthuis. We mogen natuurlijk een eigen ander onderwerp daarin kiezen. We maken ook nog een rondleiding. Bij de rondleiding is er sprake van een formulier. We hebben ook een andere transitie die we hier zien, waarbij je dus de naam zo ingevoerd kan worden. En op een iOS-apparaat ziet dat er dus ook anders uit. Dan komt het toetsenbord en dat zie je bij deze iOS niet. Sommige elementen lijken er wel een klein beetje op. Je kunt het aantal personen tussen de 2 en de 8 kan je hem simuleren. Je kan het ook hier simuleren met een hoog en een lager. En we kunnen ook hier een soort keuzemenu doen, altijd met opties. We hebben een cancel knop en natuurlijk ook een reserveerknop. Goed, en ook hier zit natuurlijk weer een terugknop die daarin zit. En we hebben hier aan de voorkant daar is ook nog eens een footer die gefixt is, die dus vast staat. Dat maak je dan hier dus ook mee als het goed geëmuleerd wordt. En als we dat hier nog eventjes herladen, dan zien we ook hier die footer weer terugkomen. Die dus steeds in dit geval gefixt is en zorgt dat hij dus ook de zaak bedekt.